Hallo allemaal. Hello everybody. Today I'm going to do a workout for people with a band. I get some requests. I have a little band at home. Can you give me some workouts? Of course I can. Yes, I like to get requests. I always listen to you. I like it. I want to know what's on your mind. Nou, voordat we beginnen. Ik heb twee soorten bandjes hier. Dit is een rubberen. Dus dit voelt niet zo heel erg lekker op de been. Het kan heel erg snijden. Maar goed, het werkt wel. Het is wel effectief. Als je hem thuis hebt, gewoon gebruiken. Maar dit is iets comfortabeler. So, this is a little bit more comfortable. It's woven. And it has a grip from rubber inside. So it's a lot more nice, I think, than this one. But, you know, if you only use it once in a while, perfect. But if you use it a lot, maybe order some like this with the woven stuff. And I always teach class, and when I see I have a lot of men in my class with bare legs, with hairy legs, I never choose to do this with the rubber bands because I know they'll get all their hair pulled out of their legs and that's not comfortable. Dus als je nou blote benen hebt met heel veel haar erop, nou, doe even een broek aan of zo. Dat is echt niet lekker met zo'n rubberen ding. Okay, so enough talking, let's start. And today we'll do a session, it's like core, it's a lot of legs and butt. Lovely, that sounds so good. I can't wait to get started. Now, we beginnen liggend. It's gonna be a little bit less endurance today, so there's no jumping, no wild things. Next time we'll do that again. So, ga lekker liggen op je rug. En ik pak het bandje en die leg ik dan eventjes boven mijn knieën. So the reason I put this here, right above the knees, and not here, halfway in my thigh, is because I can create a larger range of motion, which is what I want. So, ik ga lekker liggen op mijn rug. And I start with an abdominal exercise. Just a crunch. So before I start, I lift up my booty, I trek mijn buik in, I pull in my belly. En dan leg ik mijn handen in mijn nek. Waarom leg ik mijn handen niet op mijn hoofd? Omdat ik dan nekpijn creëer bij mezelf misschien. So when you suffer from neck pain, please do not put your hands on your head, but a little lower on the neck. Alright, let's get started. You want to open the knees slightly to create a little bit of tension. En dan gaan we op intrekken. Zet kracht. Nou, je voelt de weerstand. You feel the resistance of the band. Keep going. Up and up. Move from the chest, not from the head or shoulders. It's all coming from the torso. 7. Haal je rug in de mat. 5. En 4. En 3. En 2. En 1. Okay, that's beautiful. Keep the lower back pressing to the mat. Dan ga ik mijn rechterbeen strekken. I'm extending my right leg. And I keep pushing my back down. This helps me to create tension in my belly. Nou, dan komt die intrekken, wegduwen. Dan wil ik je uitnodigen om bij de strekbeweging de buik in te trekken en de rug in de grond te drukken. Dat is het belangrijkste moment van deze oefening. En op, duw weg. 7. 2 schouders van de grond. 6. Push it out. 5. Keep going. 4, 3, and 2, and 1. En hou ik hem nog even vast. Kleine stukjes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Lovely, hartstikke goed. Nou, ik ga zo meteen verder met het andere been. Maar dit doe ik in ronde 2. Dus wees bewust van de kant die we hebben gedaan. Ik heb rechts gedaan, ik weet het. Okay, I'm going to shoulder bridge. I'm staying down. This is lovely. I'm going to put my hands next to my booty. And I'm going to lift up my billen. Knijp ze goed omhoog. En probeer de schouders van de oren te houden. Lengthen de nek. And just create the tension by opening the knees. Hou de knieën naar buiten. You immediately will feel one leg will push more than the other. So make it even. En dan ga je langzaam laten zakken met aangeknepen billen. Push. 1. Zet kracht langzaam naar beneden. Niet loslaten de spanning in de billen. 2. Zet kracht. Dus je opent de knie naar buiten. 3. Keep squeezing. And push your weight into your heels. 4. Hou vol. En
Boom, 5. Zet door. En 6. Dus heel veel mensen laten de spanning in de billen los wanneer ze naar beneden gaan. Hè? Dat is echt niet prettig, niet de bedoeling. Veel, veel minder resultaat. Dus wat wil je nou eigenlijk? Hè? Wat wil jij? Keep going. Bam! En laag. Huh. En down. Keep going. 4. En 3. Open die elastic band. En 2. En 1. Keep pulsing. Squeezing up. Hou vol druk op je hak. I can feel it. I can feel it. Hou vol. 8. 7. 6. Dan zo 5. 4. 3, 2, hou die spanning, hou vast, keep squeezing, doe touch. En dan opening mijn knieën naar buiten. Oeh, bam, zet kracht. 2 benen, gelijke beweging maken. 6, hou vol, we zijn er bijna. 5, open knees. 4, don't stop, buik in. 3, en 2, en 1. Hou vast, kleine stukjes. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Dan ga ik heel rustig naar beneden. Heel lekker hoor. Shake the legs out. Geweldig. After this lovely shoulder bridge hip thrust, I want to do an exercise also for the back of my legs, but a standing one. Dus we gaan even staan. En hiervoor doe ik het elastiekje om mijn enkels. I place it around the ankles. Now, I hope you can see me. I'm leaning into my table. Now, you can always lean into a wall or a chair, but it's nice to grip something. So, a wall has less grip. Ik ga even hier staan, dan kun je mijn gezicht ook zien. Het is een beetje raar, hè? Nou, wat ik wil doen, je ziet nu dat ik mijn billen naar achteren heb. Ik squeeze my butt cheeks and really create like a plank. And I'm going to lift one of my legs up. So, zet kracht and really make sure you feel it. You're squeezing butt cheeks together. Zet kracht. Nou, je kan het net niet zien, geloof ik. Ik ga even kijken of ik het zelf kan optillen. Ja, ik heb af en toe een beetje... Ik denk, oh, dat staat wel goed. Ik flex mijn voet. I push my heel all the way down. And I pull my toe up. So I really create as much tension as I can on the leg that I'm lifting. So I'm really stretching out the elastic band. Nou, degene die ik nu heb is vrij stijfjes. En als je nou wat meer rek hebt, dan zie je dus dat het been wat hoger komt. Okay, keep going. So it's just a little movement. And make sure you're not hanging into your standing leg. Dus let erop dat je je heupen recht houdt. Yes, en ik haal mijn buik goed in. En ik ga door tot ik hem voel. Zet door. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En bij deze ga ik even wisselen. So, make sure the hips are forward. Activate your core. And push. Ja, kijk, nu zie ik mijn voet een klein tikkie. Wat ik echt doe is verleng mijn been. So really extending my leg in order to create as much tension in my leg as I can. Dus ik wil niet dat je dit gaat doen. Don't arch your back. Tuck it in and squeeze it. Yes. En het standbeen heb ik ook gestrekt, hè jongens. Yes. I'm extending my standing leg. 8. 7, 6, hou vol, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Ik leg hem eventjes weer boven mijn knieën. So I'm placing it again above my knees. And I'm going to lay down. And this time I'm going to do the same thing as I did before. But now I'm doing the other leg. Dus ik leg mijn billen goed omhoog. Ik zet mijn voet in de grond. Ik zet mijn nek behoud vast. Maar ik verkort mijn nek niet. I never shorten my neck. And I'm going to do it again. Pulling up, buikspieren. Zet kracht. And push. Huh. Yes. Trek die buik in. Make a powerful movement. And open the legs. Zet door. Boom. Hop. Yes. Zet kracht. Duwen. Knie omhoog. Press. Yeah, yeah, yeah. You can do it. Als je nou niet voelt in je buik, dan ben je dus alleen je ledematen aan het bewegen. Probeer echt even te kijken naar je buik. Look at your belly. What's happening down there? Press down your lower back. It's really important. Yes, it's nice to be important. But it's more important to be nice. Yes.
Keep going. 8, 7, 6. How full? 5, 4, 3, 2. Okay, je linkerknie strekken. This time I'm making my left leg extended. And before I start, really make sure the lower back is pressed to the mat. Press and push. Zet kracht en benadruk dus de strekbeweging van deze oefening. It's all about extending the leg and then really focusing on contracting. Boom! En 7. Zet kracht. 6, 5, 4, 3, 2. En kleine stukjes. 8, 7. Buik in. 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Wow, I feel it burning. Dat is fantastisch. Dan weet ik zeker dat wat gebeurt. So I'm keeping the elastic band around my legs. And what I'm going to do now is sit back. And I'm going to open my knees, walking. And making 3 steps and returning. Now look at me. I put my shoulders down. Ik zet deze vormen eigenlijk voor balans. So this is all for balance. So I can lean back a little lower. Now I see many times people walk from the foot. That's not effective. I want you to open this band. Bam! Alright, here we go. Boom! And go for it. 1, 2, 3. De volle deze kant. 4. And sit down. Go. En doorgaan. Push. And go for it. 3 more. Blijf rechtop, hè. Sit back with your booty. Yes. Okay, let's do 2 more. Oh, I feel it now. Niet stoppen nou. Ietsje lager, hè. Nek is lang. And 1 more time back and forth. Starting now. 1, 2, 3. Lekker hoor. Push. 2, 3. Wow, that's so effective. Lekker voor mijn dijen. Heerlijk. Okay, ik ga lekker liggen. En dan ga ik op mijn rechterzij liggen. En dan begin ik met mijn linkerbeen. Zo. Knieën voor de borst. En ik zorg weer dat deze elastiek vlak boven mijn knie is. Right above the knee. Put your hand on the floor. Relax your hand as much as you can. Activate your core. En we gaan kleine stukjes op met de knie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Knie naar je borst. 8, 7, 6. Flex je voet. 4, 3, 2. Hou vast. Open die elastic band. So I'm really extending it. I'm stretching it out. En I'll go for kick. Push. 7, 6. Nou, die voel ik super goed. 5, don't stop. 4, 3, 2. En hold it. Kleine stukjes. Op, op, op. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, jeetje, ik voel het zo goed. It makes me very happy. Ja, de zijkanten van die billen, dat voel je behoorlijk snel. Het zijn vrij luie spieren, hè. We lopen namelijk niet zo, hè. We lopen zo. Dus dit is vaak veel sterker dan de zijkantjes. I'm going to my wall sit now. So I'm sitting down. En ik maak een 90 graden hoek van mijn knieën. Ik druk tegen de muur met mijn schouders. En dan leg ik graag mijn handen op mijn ellebogen. Now, what I'm going to do is opening my knees with my knieën naar buiten. En druk. Oeh, I like it. I feel it. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lovely. Jesus Christ. What a journey. This is so amazing. I really feel it. Nou jongens, ik ga nog 1 rondje doen van alles. En daarna pak ik dus aan het einde mijn andere zijligging. Ik lag net op mijn rechterzij. En dan ga ik straks naar mijn linkerzij. Good luck guys. Let's do it all once more. Ga lekker liggen met je rug in de grond. Je buik in. En op. 7. Boom. 6. Schouders van het mat. 5. Trek hem in, hè. 4. En 3. En niet in je hoofd drukken. 2. En 1.
links. Goed zo. Rechterbeen gestrekt. Bil in de mat. Buik actief. I'm doing right. And later on I do left. In en push. Trek je buik in. 2. Duw. 3. Push. 4. Strek en trek in. 5. Let's go. 6. 7. 8. Trek in. 8. 7. Buik in. 6. 5. Schouders van de mat. 4. 3. 2. En 1. Lovely. Tilt je pelvis. Knijp op je hielen. Open die elastic band. En let's go. 8. 7. 6. Blijf persen. 5. Open de knees. 4. Push against both legs evenly. En 2. En 1. Oké, slow it down. Laag. Boom. 7. Hou die spanning als je naar beneden gaat, hè. 6. En 5. Kom op nou. Wil je lubber willen? Stop onmiddellijk met deze oefening. 4. 3. 2. Now hold it. Opening the knees. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ha! What a nice exercise. Heerlijk. Okay, I'm gonna stand up. And I put the elastic around my ankle. I put the elastic around my ankle. Kan je me nog zien, ja? Mijn billen naar voren. I squeeze my butt cheeks. I love it. And I'm starting now with right. Oesh, kleine stukjes op. Dus probeer echt tegendruk te geven. Press your butt. 7. 6. Oh, 5. Go, go, go. 4. Extend your standing leg. 3. 2. 1. Change it. S'il vous plaît. Ah, bam, bam. Gestrekt. Duw die hak van je af. It's now or never. The time to train your butt is right now. 4, 3, 2, 1. Great. Ik ga weer lekker leggen. En ik ga nu mijn andere been doen met mijn buikspieroefening. So, all set. Come back up with the elastic band. And I'm doing my abdominal crunches. And after that, my other leg. Here we go. Zet kracht. Boom. Yes. Maak elke beweging met bewustzijn. Yeah. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Yes. Zo, het is tijd voor mijn linkerbeen. Hou de rug in de mat. Ik blijf het zeggen. Up. 7. Push. 6. Vouw jezelf dubbel. 5. Don't stop. 4. En 3. Trek 2 schouders van de mat. 2. En kleine stukjes. 8. 7. 6. Trek in. 5. 4. 3. 2. 1. Yeah. This is great. Now I'm making these lovely sidewalks. That look ridiculous. Dus doe dat niet voor de overheid, ja. Hou vast en dan komt ie. 1. 2. 3. 4. So the 4 steps now. 2. 3. 4. Hou je borst rechtop. Oh, mijn veter is los. Nou ja, er kan niks gebeuren. En 4. Boom. Blijf laag. En down. Push. Vanuit je knie. Move from the knee. En 3 more. 3. Ietsje lager. Kom op. Schouders laag. En boom. Nog 2 keer. Ik voel hem al hoor. Heel erg. Leuk. Yes, one more time. Oh, nou, toch even last van. Knoop me vast. Oh. Yes. Last one. And back. 2. 3. Mamma mia. Oh, fantastisch. Wat een effectieve, leuke oefening. So now I'm going to lay down on my left side. And you know this is going to be really painful. Don't give up. You've already done your other leg. So now it's time for this leg. Okay? Ga lekker liggen, knieën voor je borst. Kleine stukjes op, onderste knie, 90 graden hoek.
Nou, let op dat hij niet dit krijgt, maar de knie gaat omhoog. Dus de knie is hoger dan de voet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en knie naar de neus. 8, 7, 6, 5, 4, ik voel hem iets hoger. 3, til je knie op. 2, en hou vast. 8, 7, kom op. 6, don't stop. 5, hou vol, blaas uit. 4, think about nice things. 3, jonge, pasgeboren, poesjes, leuk. 2, en hou vast, kleine stukjes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. Voilà, prachtig, heerlijk. Schud hem lekker los, massage. En nu is het tijd voor de final exercise, de wall sit. The wall sit, oh yeah, I'm not going in the wall sit. Kijk jongens, ik heb hier een bar. Nou, rechterbeen moet altijd iets meer werken dan links. Doe dat nou niet, hè. Both legs evenly, go, go, go. Push, schouders laag, push against the wall with the shoulders. Keep the shoulders away from the ears. Press, press, press. You feel the legs. And 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Voorzichtig omhoog komen. Hartstikke leuk dat je meedeed. Dat hoop ik dan maar. Hè, dat je niet gewoon zo chips loopt te vreten. Gewoon leuk, Filippie. Gezellig. Nee, doe ook echt even die oefeningen. Nou, als je nou geen elastiekje hebt. Misschien kun je de oefeningen zonder doen. Maar dan moet je ze dus echt veel langer doen. Want dan voel je ze veel minder snel. Dus doe dat dan wel. So, if you plan to do this and you don't have an elastic, please do the exercises many, many more reps. Because of the elastic band is way more effective, the exercises. But if you're doing it without, you really need to triple the reps way more. Okay, jongens, daar vertrouw ik dan maar op dat jij dat allemaal doet. En ik wens je een heerlijke dag. Enjoy your day and hope to see you ASAP. Doei!